Hoi, ik ben Anne. Ik ben Gijs. En wij zijn benieuwd of mensen zich bezighouden met de betaalbaarheid van hun energielasten. Op dit moment en in de toekomst. En of ze bezig zijn met manieren om die lasten te drukken. En daarom zijn we op weg naar Breda om mensen daarover te vragen op straat. Wij zijn aangekomen in Breda en lopen zo richting Belkum. Dat is een wijk in verandering en met veel koopwoningen. En dus een diversiteit aan bewoners, verwachten wij. Voor mij is het allemaal wel best wel wat duur, de elektriciteit en zo. Dat wel. Maar... Nou, ik vind lage kosten toch uiteindelijk wel het belangrijkste. Duurzaamheid vind ik ook ontzettend belangrijk. Dat we nu midden in een transitie zitten, maar wat dat precies voor invloed heeft op onze eigen maandelijkse lasten. We hebben eigenlijk overal offertes van aangevraagd, zonnepanelen, waterpomp. En er zit ook nog te denken natuurlijk aan zonne-energie. Maar ik vind het wel ook dat er een financiële tekort moet komen over stedelijk vastgoed. Ik ben nu 67 jaar, ik heb zelf niet zoveel zin meer om een grote investering te doen natuurlijk. Want eigenlijk alles strijdt natuurlijk om geld. Ik zou wel openstaan voor het investeren in zonnepanelen. Op dit moment kan ik dat niet betalen, zou ik wel graag willen doen. Maar ook een zetje vanuit de overheid zou dan wel heel welkom zijn. Ja. En ik ben nu nog niet overtuigd om daar nu een investering in te doen. Omdat ik alles nog wat ongewist vind. Het wordt een beetje bij de mensen neergelegd. Ja, dat is natuurlijk ook een politiek item. Ook omdat ik het wel belangrijk vind om eraan bij te dragen, maak ik me er geen zorgen om. Ja. Ik ga het verschil niet maken met het klimaat. Hè. De bedrijven gaan het verschil maken, ik niet. Dus ik zou dat toch meer vanuit mijn intrinsieke motivatie doen. En dan vind ik het wel erg veel geld. We hebben veel mensen gesproken inderdaad. En het is duidelijk dat ze zich bewust zijn dat er veel gaat veranderen. Ja, mensen zijn zich aan het oriënteren op wat dat precies voor hun betekent. Maar we willen ook graag meer duidelijkheid daarover.